Dus hier gaan we dan. Goedenavond, dames en heren. Hier is game nummer 1. Game nummer 2, excuseer. Tussen de twee protospelers. Geluk heeft van is gegeven. Harstem hier als de roze protospeler. En in het oosten spawnt Makuni als de gele protospeler. Alle twee protospelers. Close air positions. Dus oei oei oei. Gaan wij soms void race zien of gaan wij weer twee proxy gates zien? Dat gaan we zien zo meteen. We hebben nog genoeg tijd en nog genoeg dingen dat we kunnen doen. 24 mensen. Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel dat er zoveel mensen kijken. Dus vrij standaard openingen. Een beetje vertraging met het pylons. Nu, wat je ook zo kunt opmerken met PvP, is als eentje bijvoorbeeld een robotics facility gaat en de ander gaat voor void race, dan is het relatief makkelijk om te zeggen dat hij met void race normaal gezien wel zou winnen. Ik weet niet, dat is gewoon uit eigen ervaring en als ik zo kijk naar gewone spelers. Zeker als ze met void race komen pushen, want ze hebben ook nog waarschijnlijk nog een paar gateways staan die ze ook nog kunnen ondersteunen. Tenzij dat je met die units die je zelf inwarpt extreem goed kunt micro. Maar ja, we zien wel. We zullen wel zien wat er verder gaat, want ze gaan nu elkaar proberen te scouten. Ze gaan zo meteen een high five geven en daar gaat de high five. Oké, geen high five. Maar Koen is scout al meteen naar de juiste. Ze scout alle twee naar de juiste richting. Gewoon kijken wat de tegenstanders hier aan toe zijn. Alle twee weer standaard openingen. Maar Koen is een klein beetje sneller met zijn timingen. Arsene is een klein beetje te laat met zijn tweede pylon. Normaal zit hij op 15, maar als je dan hier op 16 zit. Whatever. It's your own preferences. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Ondertussen zien we ook nog Harrison hier juist klaar met zijn, met zijn gateway klaar. Wat gaat hem hiermee doen? Dat zien we zo meteen wel. Harrison is hier ook zijn cybernetic score een beetje aan het morfen. Hier hetzelfde idem. Vraag waarschijnlijk niet hier gedaan, want als ze dan hier door de ramp doorbreken, dat ze deze twee, dat ze deze gebouwen eerst eraan gaan maken. Dus misschien wel handig dat je hier de cybernetic score wel plaatst. En misschien in Walt met een andere gateway. Dus ja, dat is goed gedaan voor Makuni, maar die heeft hier wel al een pylon staan. Misschien een tweede pylon zetten of zo. Een tweede gas wordt al zo snel genomen, dus je zal iets gas heavy normaal gezien wel moeten doen. Als ze probeert hij er zo irritant mogelijk te zijn met zijn pro. Zijn beneden score wordt zo snel mogelijk geboost. Gekronen boost, mijn excuses. Hier ook al een vrij snel tweede gas. Want er is ook al een stalker onderweg. Stalker, stalker, stalker. Als we kijken naar de timing van de warpgate, dat is ongeveer gelijktijdig. Nee, toch niet. Makuni staat een klein beetje achter. Harrison staat een klein beetje voor. Ja, er is iemand online, maar I don't care. Want ik ben nu Starcraft 2 aan het casten. Slokje water, slokje water, slokje water. Jam, jam, jam. Een slokje water, dat doet goed, dat doet goed. Hola, wat zien we hier? 1 gate, 2 gate, 3 gate, 4. Every single matchup units knocking at your door. Wat zien we de tegenstander doen? 2 gates en 2 gates en starport! Twilight Castle, die andere starport. Die ene starport, Twilight Castle. Dus 4 gate, dus Harstem heeft de eerste wedstrijd gewonnen. Dus hij probeert de tweede zo snel mogelijk te beëindigen door met gewoon gateways te maken. Heel slim psychologisch gespeeld eigenlijk. Die heeft laten zien dat hem een tweede gas heeft laten nemen. Dan denk ik tegenstander, ah tja, misschien gaat hem misschien gas hebben, je gaat hem doortikken. Maar dat zien we wel, maar pas daarna heeft Harrison drie extra gates gemaakt, dus dan kan hij zo meteen gates inwarpen. Dus oei oei oei, drie stalkers tegenover twee stalkers. Twee stalkers en dezelfde tegenover één. Dat gaat iets moeilijk moeten zijn. Dus dat gaat de eerste unit, maar Koen is hier al met de sentry heel zuinig zijn op wanneer dat hij de force field gaat plaatsen. Hij gaat nu de force field plaatsen. Hoe gaat hem dat juist op tijd kunnen tegenhouden? Er zijn vier gateways onderweg. Je gaat niks kunnen doen met die Twilight Council, denk ik. Tenzij dat hem zo meteen nog. Maar die gaat nu volledig proberen in te walen met die pylon hier. Dat is heel goed gedaan, zodat we niet erdoor kunnen gaan. Waar zien we nog een paar extra stalkers, maar hier zien we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als we kijken naar de units, dan zien we 7 stalkers tegenover 3 stalkers met dezelfde. Oeh, dat gaat niet goed aflopen voor Makuni te zijn dat hij die container kan breken. Die gaat zich te doden, dat is de GG van Makuni en game nummer 2 gaat naar Harstem.